Van harte welkom bij de eerste aflevering van het seizoen 2016-2017 van TSC-TV. Ook dit seizoen volgen we de thuiswedstrijden van de Boys at Tiel. De aftrap van het nieuwe seizoen vond plaats op zaterdag 13 augustus in Katwijk, waar met 3-1 werd verloren. Zaterdag 20 augustus vond de eerste thuiswedstrijd plaats van de Tielse Eendrachtscombinatie. Er werd gespeeld tegen Jong Sparta uit Rotterdam. Op Spartapark De Lok had de fanclub 034-4 Lokside voor aanvang van de wedstrijd het een en ander georganiseerd om de ambiance te verhogen. De sfeer zat er dan ook meteen goed in, maar door slingers op het veld moest de wedstrijd wel iets later beginnen. We beginnen met de opstellingen van beide ploegen. Allereerst TEC. Op doel Van der Sman. Achterin Takasawa, Sjakison, Westerlaken en Vierek. Op het middenveld Van Gessel en Vink. En de voorhoede werd gevormd door Nouri, Peltzer, Jongebloed en Huygens. Dan de opstelling van Jong Sparta Rotterdam. Kieboom op doel, Sanchez, Ketting, Baikamara en Mannes in de achterhoede. Klaassen, Sali en Brute op het middenveld. En de voorhoede Alhaft, Altintas en Felicia. TSC begon fel aan de wedstrijd. Echte kansen leverden dit echter niet op. Na 5 minuten beging Sparta-verdediger Abdul Baikamara een overtreding op de hardwerkende Ronaldo Jongebloed. De vrije trap van een andere uitblinker, Randol Sjakison van TSC, spoorde echter in de muur. Ook de rebound van Matthijs van Gessel onderging hetzelfde lot. Sparta counterde na 9 minuten. Gelukkig bleef het doelman Sebastian van der Sman in samenwerking met de paal op de been. Gaandeweg nam Sparta het initiatief over en dat leidde in de 39e minuut tot een voorsprong. Lovette Felicia van Sparta liet Van der Sman met een diagonaal schot kansloos. In de 39e minuut komt Sparta op 0-1 doelpunt te maken Lovette Felicia. TSC herpakte zich snel. Eerst vond Vink Sparta-doelman Ricardo Kieboom nog op zijn weg, maar op slag van rust was hij kansloos. Jongebloed zette voor en Vink werkte af. 1-1. In de 45e minuut voor het 1-1 doelpuntenmaker Emilio Vink. Na rust verving Kurtley de wind mooi met Nouri, maar kon geen potten breken. Voor Sparta kwam Ugor Altintas oog in oog met de TSC-doelman Van der Sman, die door snel uitkomen een zekere treffer voorkwam. Na 66 minuten kwam Sparta toch nog op voorsprong. De verdediging van TSC liet invaller Ragnar Oesje te veel ruimte en dat betekende 1-2. TSC gaf echter niet op. Nehemia Senaki en Sven van Inge kwamen Kai Huygens en Jongebloed aflossen. Van Inge zorgde uit een hoekschop van Vink voor de gelijkmaker in de 89e minuut. Ook Senaki was weer goud waard voor de ploeg. Hij stond doelman Van der Sman bij door een schot van afstand uit de kruising te halen. Meer zat er niet in voor TSC, maar het punt was zeker wel verdiend.
spraken na afloop met hoofdtrainer Frits van der Berg van TSC. We vroegen hem hoe hij het vond gaan. Nou, we hebben natuurlijk, ik denk dat het publiek een leuke wedstrijd gezien heeft. Het is een wedstrijd die vooral tegen een goed voetballend Sparta. Ik had ze twee keer gezien. En in een oefenwedstrijd tegen Willem II en in de competitie tegen AZ. Maar wat ook de trainer Ole Tobias zei, kijk, hij heeft nooit een echte vaste groep. En als je dan vandaag weer de opstelling vergelijkt met hetgene wat ik afgelopen maandag heb gezien, dan staan er gewoon weer vier, vijf andere spelers in. En hele jonge spelers. Dus heel fris, heel aanvallend. En ik denk dat het voor het publiek een leuke wedstrijd is geweest. Kijk, we hebben natuurlijk in de eerste helft, denk ik, goed gestart. De eerste 15, 20 minuten vol druk op de tegenpartij. En door het druk zetten, denk ik dat we ook grip op de wedstrijd kregen. En dan loopt eigenlijk die wedstrijd naar het rustsignaal toe. En dan valt er eigenlijk een hele onverwachte goal, zeg maar in de 40ste minuut. Een goal die eigenlijk niet mag vallen, maar door omstandigheden, persoonlijke fouten, krijg je dan toch weer de 0-1 op je deksel. Ja, en dan hebben we het geluk dat we vlak voor de rust de gelijkmaker binnentikken. En dan ga je toch met een ander gevoel ga je de rust in. En dat gevoel was goed. We hebben de ploeg ook complimenten gegeven. En ja, in de tweede helft kon het eigenlijk alle kanten op. Dus ik denk dat als ik nu de hele wedstrijd samenvat, dat het qua kansen en qua mogelijkheden, dat het wel een uitslag de 2-2 wel een goede uitslag was. Een nieuwe rubriek in TSC TV is de beoordelingen van de spelers. De punten voor de spelers van TSC luidt als volgt. Bovenaan Wimilio Vink, een 8. Rendel Sjakison, eveneens een 8. Sebastian van der Sman, de keeper, een 7,5. Bart Westerlaken, een 7. Matthijs van Gessel, een 7. Sven van Inge, hij viel in, een 7. Jos Peltzer, 6,5. Kai Huygens, een 6,5. Nehemia Senakia stelde zich goed na de wedstrijd in Katwijk, een 6,5. Gregory Vierek, een 6. Aki Takawasawa, een 6. Ronaldo Jongebloed, een 6. En Curtly de Wind en Mohamed Nouri, allebei onder de maat, een 4. Daarmee is de man of the match geworden voor deze wedstrijd Wimilio Vink. Dan de uitslagen van dit weekend van de tweede divisie. GVVV Barendrecht 0-0. Jong AZ Katwijk 0-0. Spakenburg HHC Hardenberg 1-1. UNA Excelsior Maassluis 2-1. VVSB Kozakkenboys 1-4. TSC Jong Sparta 2-2. Koninklijke HFC FC Linde 1-1. En AFC De Treffers 3-2. De stand per 21 augustus. Bovenaan AFC uit Amsterdam 2 gespeelde wedstrijden, 6 punten. Kozakkenboys, 2 wedstrijden gespeeld, 4 punten. Op de derde plaats Spakenburg, 2 wedstrijden gespeeld, 4 punten. Jong AZ op de vierde plaats, ook 4 punten. Katwijk en UNA, allebei 4 punten. En FC Linde staat op de zevende plaats, ook 4 punten uit 2 gespeelde wedstrijden. TSC vinden we voorlopig terug op de 15e plaats. Uit 2 gespeelde wedstrijden werd 1 punt gehaald. De eerstvolgende thuiswedstrijd van TSC is op zaterdag 3 september. Dan wordt op Sportpark De Lok de wedstrijd TSC tegen Kozakkenboys gespeeld. U bent van harte welkom vanaf 6 uur 's avonds. Tot zover deze aflevering van TSC TV. Graag tot de volgende keer.